We zijn terug live hier in Chiba bij de Wereldkampioenschap Judo. We kijken naar de strijd om het brons tussen de Japanse Anno en de enorme 133 kilogram wegende Cubaanse Rodriguez. We zagen het Bagirov winnen de kosten van de Duitse Trautman die tijd tekort kwam. Zoals ik al ambitieflijk verkeerd aankondigde. En dan nu gaan we verder hier in deze categorie. Alle categorieën. Waar Anno het zwaar heeft. Letterlijk en figuurlijk met Rodriguez. Ook Anno geen klein dwergje. Maar vergeleken met die enorme kolos Rodriguez. Dan blijft er niets meer van over. Maar de Cubaanse is sterk, maar langzaam. En de fighting spirit van Anno is groot. We hebben al gezien dat hoe Monique van der Lee afrekende met Rodriguez. Die tilde toen maar eventjes daar 133 kilogram omhoog. Monique van der Lee. En het bracht haar in de finale, waarin we haar dadelijk zullen zien tegen de Chinese Sun. Het is trekken, hangen en sjorren. En daar waar Van der Lee het nog klaarde met goede technieken, explosiviteit, probeert Anno daar te veel kracht te gebruiken tegen die enorme Cubaanse. Minuut 25. Dat is niet echt mooi om te zien, dit soort judo. Van der Lee kan dan altijd nog een hele veel techniek ingooien en ook een judoka's. Dus een Serize, die weet pas echt de juiste combinatie van kracht en techniek te vinden. Waarbij ook het dame judo in deze categorie toch een heel aantrekkelijk iets kan zijn. Maar zet je er alleen maar gewicht en massa bij, dan ja, dan niks eigenlijk. En dan gaan die seconden ook tergend langzaam voorbij hoor. 53 nog. In die andere strijd om het brons, de andere wedstrijd die gaat tussen de Duitse Kuppen en Lee, de Koreaanse. Kuppen die won van de Française Chico. En Lee die uiteindelijk verloor van de finaliste Sun.
zullen we dadelijk zullen zien in die finale tegen Monique van der Lee. Drie seconden, twee, één, dus voorbij. Rodriguez heft de handen. En het wordt een beslissing van de scheidsrechters. We zullen kijken welke vlag er omhoog gaat. Wit voor Rodriguez of rood voor Anno. Het is 2 tegen 1. Rodriguez krijgt geen handje, maar wel de beslissing en een fluitconcert. Streamend, ook niet helemaal terecht, denk ik.